Je luistert naar het e-commerce café. Blijf vanaf nu altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen omtrent e-commerce. Schenk je favoriete drankje in. En luister naar informatieve blogs en posts. Leer van andere succesvolle e-commerce ondernemers. En blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Hier is uw host, Dries de Gelder. Hey, Kevin de Krieger. Zeg ik het goed? Je bent van Heatbox. En je bent ook nog van School Supply. Dus je bent founder en CEO bij School Supply en co-founder bij Heatbox. Dat zijn volgens mij twee uitdagende titels, of niet? Ja, klinkt heftig, ja. Ja, he? Ja. Is het ook zo heftig? Nee, dat valt op mee. Maar ja. Dat wordt altijd gelinkt. Dat is leuk om neer te zetten. Maar ja, ik run die bedrijven, dat klopt. Kijk eens. Dat is alles meer gezegd. Hey, je bent woonachtig in Vlaardingen, ja. En geboren in Oosterhout. Ook dat heb je goed. Ja. Goed onderzoek gedaan. Ja. En je vriendin heet Charlotte. Ja. Kijk eens aan. Zijn jullie lang samen? 3,5 jaar nu. Dus dat tijd vliegt. Kijk eens aan. Dus dat valt nogal mee, relatief gezien. Okay. Hey, we gaan het hebben vandaag over crowdfunding en over Heatbox. Ja. Ik ben zeer nieuwsgierig. Ik denk dat crowdfunding voor e-commerce ondernemers echt wel een ding is. Is denk ik niet alleen een tool om financiële middelen op te halen, maar het is ook een soort van marketinginstrument. Ja, misschien wel meer. Ja, precies. Dus vandaar dat ik het zeer interessant vind voor de doelgroep en wil ik er alles van weten. En jij hebt toevallig onlangs een project gedaan en een gaaf product ook. Dus gaan we alles van weten. Voordat we beginnen, wat heb je afgelopen week gedaan wat echt heel leuk was en dan wel prima? Dat is een goede vraag. Ik heb eigenlijk niet super veel leuks gedaan. Maar ik denk, ja, het leuke is, ik denk dat ik vorige week of twee weken ben ik even gewoon een avondje naar Amsterdam gegaan en gewoon lekker een hapje gedaan, een drankje gedaan. Dus dat is wel leuk. Vooral na de afgelopen periode natuurlijk van het stilzitten. En ik ben sowieso niet heel erg van stilzitten. Dus het was wel lekker om even weer buiten te gaan en gewoon, gewoon lekker te relaxen, een hapje te doen, een drankje te doen. Ik denk dat iedereen eigenlijk al een beetje hetzelfde heeft. De afgelopen maanden was natuurlijk een beetje nog steeds wel bizar. Dus je zit gewoon geforceerd thuis. En voor mensen die dat niet kunnen zoals ik, is dat wel pittig. Dus dan merk je ineens wel echt wat je mist. Dus dat, ik denk dat het even het leukste was, privé gezien. Wat heb je dan het meeste gemist tijdens de intelligente lockdown? Ja, mooi verwoord. Ik denk sociale contacten. Ik denk dat het heel voor de hand licht is, maar gewoon echt sociale contacten erop uitgaan. En, en dat vooral. Weet je, normaal gesproken ging ik altijd even naar de bios, ging ik even naar de stad toe, een hapje doen, een drankje doen, met mensen afspreken. Het is eigenlijk een beetje goed afwisselend. Ook voetbal ook nog daarnaast. Dus dan ben je altijd wel een beetje van alles bezig. En dan stopt dat nu ineens helemaal uit het niks. Dus je gaat niet naar de sportschool, je kan niet voetballen, je kan niet even ergens een hapje doen, een drankje doen, niet naar de bioscoop, niet andere dingen doen. Dus dat, dat. Had het nog gevolgen voor de start-up of voor de onderneming? Ja, voor Heatbox niet. Nou, in ieder geval relatief, laten we zeggen, voor Heatbox ook wel. We hebben echt wel wat vertraging opgelopen en we hadden wel een investeerder en dat is wel gewoon lastig, want die zat deels in het onderwijs. Dus dat is wel lastig en met School Supply ben ik wel goed getroffen. Ja, dat geloof ik. Er staan natuurlijk hogescholen, universiteiten en ik kan het kan mooi maken dat het is, maar sinds maart is natuurlijk alles gewoon dicht. Dus dat is gewoon vervelend. Maar goed, als ondernemer hoort dat er ook bij. En ik denk dat dat ook juist goed is. Ondernemers in het algemeen laten altijd wel heel graag zien hoe goed het gaat. Maar het heeft altijd twee kanten. Dus lekker doorrammen en overleven hoort er ook bij. Oké. Want wat is School Supply? Ja, we hebben eigenlijk mini-winkels op alle hogescholen en universiteiten. Dus we zetten automaten neer en je kan alles uithalen van oordopjes tot deodorant, tot tampons, tot rekenmachines. Ja, eigenlijk van verzorging, drogisterij, elektronica, kantoortikelen. Je kan er echt alles uithalen. Dus dat hebben we neergezet bij alle hogescholen en universiteiten. Een soort snoepmachine, zeg maar. Ja, snoepmachine, alleen dan volledig met non-food artikelen. Ah, oké. Okay. Dus ja, speciaal voor scholen? Ja, hogescholen en universiteiten. Gaaf. Ja. Dat is een slim concept, man. Ja. Maar als er niemand op school zit. Die schiet het niet echt op, maar nee. Dus dat is wel leuk. En ook daar liggen nog steeds echt wel ambities om misschien dadelijk richting eten en drinken te doen. En daar te innoveren en misschien ook naar het buitenland toe te gaan. Maar laten we maar eerst even overleven. En
En alles weer laten zijn zoals het voor corona was. Oké. Het ligt nu echt helemaal stil natuurlijk. Er gebeurt niks op die school. Nee. En onderwijs is natuurlijk zo conservatief als het maar zijn kan. Dus als de overheid zegt 1,5 meter, dan nemen ze 2 of 3 meter afstand. Ja. Dus die denken niet te kijken. Ondernemer die is bezig om zo snel mogelijk open te gaan. Want je ziet ook natuurlijk met die sportscholen. Dan gaat alles zo snel mogelijk open. En daar zit ook nog een baat bij, want het is commercieel. Ja. Overheidsinstanties, daar hebben zoiets van, joh, het hoeft allemaal niet. En het kan allemaal wel. Dus dat, maar goed, het komt vast wel goed. Alleen, ik word wel goed op de proef gesteld en goed creatief zijn. En, maar ook dat is een uitdaging. En dat maakt me alleen maar sterk. Kijk dan. Hey, en wat is Heatbox? Vertel eens. Ja, een zelfopwarmende lunchbox. Een zelfopwarmende lunchbox? Ja, in Nederland hebben ze dan meestal over een broodtrommel. Een zelfopwarmende broodtrommel. Ja, waarom hebben ze dat nodig als je ook een boterham met kaas hebt? Dat hebben we heel veel gehoord voordat we echt internationaal gingen. Dus daar hadden we wel wat problemen mee. De Nederlandse markt. Ja, en ook vooral met investeerders. Maar het is een zelfopwarmende lunchbox. Er zit een batterij in. En dat staat in contact met een verwarmingselementje. En binnen 8 tot 12 minuten is je eten helemaal klaargestoomd. Zonder stopcontact nodig, geen aansluiting. Dus dat eigenlijk. En je kan ook contacten met je app connecten. Dus dat, je zou het zelfs ook nog via je app kunnen gebruiken. En dan uiteindelijk kunnen we ook allemaal maaltijden opzetten en dat soort dingen. Dus, dus kan je in je app zeggen, deze maaltijd zit erin. Dus, dat is wel de bedoeling, ja. En ook gewoon met een knop natuurlijk. Maar het is en-en. Okay. Dus dat is het, heel simpelweg. En werkt het dan op Bluetooth? Of, ja, Bluetooth. Ja. Want ik zag in jullie filmpje dat je ook een kabeltje had. Betekent dat dan eigenlijk als je batterij leeg is, dan kun je je batterij van je iPhone gebruiken? Of? dat is een hele goeie. Dat was het idee. Oh, dat was het idee. Er zijn nu wel wat ontwikkelingen dat we afvragen of het wel heel handig is om... Is het nou echt nodig om je telefoon op te laden aan de Heatbox? Dus daar zijn nu nog wel wat keuzes die we moeten maken. Dus dat... Het zou eigenlijk andersom moeten. Er zijn wat keuzes gemaakt. Het zou eigenlijk andersom moeten. Dat is ook een soort van... Ja, maar daar zit te weinig stroom in. We hebben ook al gekeken naar een laptop of naar een telefoon... of dat je daaruit stroom zou kunnen halen. Nee, andersom. Dus dat er een mooie soort batterij in de Heatbox zit... waardoor je je telefoon en je laptop mee kan opladen. Ja, precies. Dat was ook de bedoeling. Oh, andersom ja, dat dus. Was de bedoeling. Oh, okay. Ja, het was de bedoeling om je telefoon ermee op te kunnen laden. Want in principe zit er gewoon een powerbank in... maar we zitten nu nog wel aan na te denken of we dat echt willen, of het echt toegevoegd waarde heeft voor de consument dadelijk. Een beetje de afweging. Ja, nou ja, natuurlijk. Dus dat is wat we doen eigenlijk. En dat komt voorafgaand was het natuurlijk gewoon het probleem wat we zagen is... we zagen gewoon dat het best wel lastig is om je eten op te warmen. Afhankelijk van waar je bent en of je druk bent onderweg. Okay. Dus dat was het probleem en toen gingen we kijken wat er was en toen kwam het idee. En wie is de doelgroep eigenlijk? Het is niet voor als je nou op kantoor zit, denk ik. Ook wel. Ook wel. Dus we hebben eigenlijk 3 soorten doelgroepen gedefinieerd vooraf. En dat is een beetje de sportliefhebber. Want die gebruiken heel veel meat prepping. Die eten al genoeg. Dus ze zijn het gewend. Kip, rijst, broccoli. Nou, dat is eigenlijk een standaard maaltijd voor de sporters. De mensen onderweg, on the go. Dus mensen die altijd onderweg zijn. Moeilijk, weet je wel. Je hebt alternatieven, zijn de ongezonde maaltijden bij de... tankstations en je hebt de urban people, dus de mensen op kantoor, de mensen die druk zijn en elke minuut telt. Business owners, business, van alles en nog wat. En wat we eigenlijk zien is hoe we dat mooi verwoorden is dat je hebt die 3 doelgroepen. Nou, voor mij is het, ik ben ondernemer, ik sport veel en ik ben genoeg onderweg. Dus iedereen heeft wel een raakvlak en in het midden zit eigenlijk een beetje de foodie, de food lover. Dus iedereen heeft altijd wel zijn eigen verhaal en zijn eigen... story rond eten, een eigen relatie ermee, een soort van. Oké. Okay. Dus dat... interessant product. Ja. Ja. Dankjewel. En hoe wil je het gaan vermarkten? Via een eigen platform of... Dat is wel daar zitten we nu in. Ga je distributeurs zoeken? Ja, dat voornamelijk. We hebben afgelopen... Even een slokje water. Afgelopen maanden hebben we denk ik rond de 70 aanvragen gehad van distributeurs wereldwijd. Dus we hebben het wel zo druk ermee gehad. We willen het en-en doen. Dus we willen eigenlijk kijken van joh, we willen echt letterlijk gewoon Amerika, Europa, Azië, Australië, heel de wereld. Mm-hmm. En dan willen we kijken van oké, waar hebben we goede distributeurs gevonden? Waar kunnen we het via distributeurs doen? Dus de focus ligt wel echt op de distributeurs. En voornamelijk, Nederland zullen we gewoon lekker zelf doen. Ik bedoel, Coolblue kunnen we even bellen.
Mediamarkt en andere zaken natuurlijk ook, Bergkorf bijvoorbeeld. Maar in het buitenland willen we echt op de distributeurs gaan zitten. En ja, natuurlijk Amazon in Amerika en alles wat er buiten valt gaan we kijken van willen we dat nu al oppakken? Is het misschien niet te vroeg? Of moeten we dat zelf gaan doen? Dus echt de landen waar die distributeurs zitten, die pakken we meteen op. En dan gaan we kijken van, joh, wat is er nog over en willen we dat zelf doen? Dat zal alleen in Europa zijn als we landen niet hebben. Misschien gaan we dat zelf doen of hebben we te druk. En Amerika met Amazon voornamelijk. En zelf. Oké. Okay. Dus dat is hoe dat voor doen. Amazon heb je al bepaalde strategieën en dat soort dingen? Nee, dat is natuurlijk ook dat is natuurlijk ook echt een compleet ander concept en hoe je daarin moet duiken. Dus daar zitten we nu echt vol in. Okay. Vorige week een call gehad met Amazon zelf ook nog. Dus er zijn ook wel programma's. Dus ze hebben ons zelf daarvoor benaderd. Dus er zijn allemaal van die programma's waarbij je aan mee kan doen en waarbij ze echt jou helpen omdat ze je innovatief vinden met een product, dus ze kunnen je dan even een steentje in de rug geven. Gaaf. Dus dat is een concept wat 4, 5, 6 maanden duurt voordat je helemaal klaar bent. Ze helpen je zelfs helemaal met logistiek, met patenten, merkrechten, alles op en aan. Dus dat is iets waar we wellicht wel iets mee gaan doen. Dat is toevallig waar we echt vorige week mee zijn begonnen. Ah, spannend. Ja. Oké, okay, dat zijn al heftige dingen. Ja, want ja. Hoe ver is het product? Het is ontwikkeld, het is klaar. Het is nu een kwestie van in productie nemen? Of is dat ook gebeurd op de eigenlijk wel. Ja, we zijn nu toevallig vanmiddag gaan we nog wat testjes doen met de maaltijden. Dus we gaan echt, waar we ook begonnen zijn vooraf, gaan we nu... Dus je moet even blijven dadelijk. Ja, eigenlijk wel. zetten we gewoon echt maaltijden erin, gaan we testen, zijn we blij mee? Moeten we de batterij nog aanpassen qua grootte, qua sterkte? Het is eigenlijk net even de puntjes op de i. We zijn met de interface zijn we echt al klaar, dus we weten de uiteindelijke formaten, hoe de interface eruit komt te zien, de deksel, nou noem het maar op. De keuzes zijn de afgelopen week allemaal gemaakt en nu is het eigenlijk gewoon overdragen naar China. Eigenlijk zouden we nu ook naar China gaan rond deze periode, deze week, volgende week. Ja. Maar met corona dan moet je 2 weken daar op een kamertje zitten zielig. Dat schiet ook niet op voordat je dan naar de fabriek toe kan gaan. Dus we zijn nu wat meer aan het voorbereiden. Normaal gesproken zouden we nu in China zitten en zouden we echt, zeg maar, echt gaan maken en produceren en om, ja, vanuit daar overdragen. En nu doen we hebben dat eigenlijk teruggehaald naar Nederland en doen we dat vanuit Nederland, zodat we de laatste stap pas in China over te doen. Dus we stellen het een beetje uit. Dus het werk halen we eigenlijk terug. En dan hopelijk kunnen we dadelijk in november echt leveren. Dus dat we echt wereldwijd verkrijgbaar zijn. Graaf. Bij de distributeurs. Alle backers hebben hun producten gehad en hopelijk dan vanaf het nieuwe jaar dat het ook echt bij Amazon ligt in onze hubs wereldwijd en dan doorknallen, wereldveroveren. Gaaf man. Ja. Klinkt stoer. Hey, hier ben ik altijd in geïnteresseerd. Zou je het product ook in Nederland kunnen laten fabriceren? Of? Ja, dat kan. Daar hebben we ook echt wel afweging over gemaakt. Alleen wat je ziet is, er zijn wel partijen. Dus je hebt een soort van, ik ben even de naam kwijt. Je zit in het oosten van het land. Je hebt een partij die, zeg maar, waar allemaal best wel innovatieve producten zitten. En die hebben dat allemaal bij elkaar gebracht, waardoor ze voordelen hebben, schaalvoordelen en dat soort dingen. Alleen je zit altijd met de kostprijs. Altijd. Dus je kan het als je geen winst wilt maken en gewoon puur een ja, gewoon even. Als je geen winst wilt maken, kan. Ja. Kan het, ja. Nou, dat is een beetje, dat is misschien een te snelle conclusie, maar ik denk over het algemeen zijn de kosten gewoon te hoog. En waardoor je, het is ook een beetje afhankelijk van het product. Als jij een heel, het ligt gewoon echt aan het product wat je hebt. Want wat wordt de verkoopprijs ongeveer? 170 euro. 170 euro voor een box? Ja, voor een broodtrommel. Ah, voor een brood. Ja. Ja, dat blijft grappig, maar ik... Ja, zeg maar, je moet je voorstellen dat we in de fase voor Kickstarter, daarna is het allemaal in mee gaan praten en is iedereen helemaal enthousiast geweest, ook in Nederland. Maar het jaar daarvoor hebben we zoveel moeite gehad met de investeerder vinden. Want in het algemeen, om even niet te veel voordelen te hebben, maar mensen met geld zijn meestal wat ouder dan dat wij zijn. Dus dan kom je altijd in gesprek van, ja, maar waarom heb je dit nodig? Je hebt toch een boterham met kaas, dat is allemaal prima. Dus je kwam er altijd tegenaan en je liep er altijd tegenaan. Dus dat kwamen we wel tegen. Dus dat was wel lastig. Oké. Okay. Dus wat je eigenlijk zegt, je hebt een crowdfunding gedaan. Ja. Maar je hebt ook een financierer. Dus een investeerder. Ja, nou ja, kijk, dat weer, is weer iets anders. Je hebt in Nederland heb je crowdfunding partij. Ja, crowdfunding is gewoon puur marketing.
Dus meestal wordt, waar we het net ook over hebben gehad, waarvan ik zei dat is een goede vraag. Crowdfunding is eigenlijk gewoon steeds meer een marketing tool dan in plaats van het geld ophalen. Mensen vergissen zich denk ik meestal ook wel in het feit dat je... Het is niet zo dat je een product hebt, neer kan zetten en dat je geld binnenhaalt. Dat is echt niet zo. Je moet eigenlijk 90% van het werk zelf doen. Je moet de marketing goed hebben. Je moet zelf al misschien 30-40% van het bedrag al hebben. Je moet een goede mediapartij hebben gevonden. Je moet het een boost kunnen geven. Ja, dus het is niet zo... Het klinkt allemaal heel mooi, maar het is echt zeg maar... Je kan een business opzetten en je kan een crowdfunding campagne doen. En voornamelijk Kickstarter, dat is zeg maar gewoon totaal iets anders. Dat is echt volledig... het is niet zo dat je een idee hebt en investeerders ophaalt. En dat is totaal iets anders. Ja, je moet al veel verder zijn met je idee voordat je geld kan ophalen. Nou, het is... kijk, Kickstarter, ik weet niet of je ingedoken bent, maar Kickstarter is dat je... zeg maar, je hebt een product en eigenlijk doe je best wel slim, want je verkoopt het product eigenlijk al aan mensen die het willen hebben voordat je het hebt gemaakt. Waardoor je niet een dure investeerder erbij moet nemen en daarmee dus eigenlijk al de productiekosten op kan halen, kan financieren. Ja. Dus je hebt je klant al, dus je hebt je markt gevalideerd, je product gevalideerd. Er is vraag naar en vanuit daar kan je dan de investeerder weer halen. In plaats van dat je met een investeerder zit en zegt van ja, is er wel vraag naar? Is er wel behoefte aan? Dus daar is Kickstarter voor bedoeld. Alleen het is meer een marketingcampagne waar je vooral meer heel veel geld in marketing moet stoppen. Dus dat is ook de vraag die jij had. Want ja, we hadden een kleine investering vooraf gedaan voor Kickstarter om überhaupt heel die marketingkosten te kunnen dekken. Okay. Je zit met een video waar we uiteindelijk 24 versies van hebben gemaakt. Je zit met heel de content, je gaat op elk woord letten. Je zit met samenwerkingspartijen die... Ja, wat wel cowboys zijn, die dus ook best wel wat vragen. Die vragen komen nog op terug, volgens mij. Ja, dus dat... we hebben en een financiering vooraf gedaan en we hebben vervolgens een campagne gedaan om te valideren. En okay. Vervolgens ook nog gewoon wat geld op te halen. Want even kijken wat je nu op Kickstarter hebt gedaan, dat is geen geheim. Nee. Dus volgens mij hebben jullie iets van 80.000 euro opgehaald? $80.000? Ja, 80.000. En vervolgens op Indiegogo, we staan nu op $155.000. Alles bij elkaar. Ja. Dus je zit op twee Kickstarter. Ja, ook dat is. Ik kan daar ook best wel. Het is. Je hebt Kickstarter en Indiegogo. Dus je maakt vooraf. Ik weet niet of je hier verder nog dadelijk in wilt duiken, maar. Zeker. Je hebt Kickstarter en Indiegogo. Eigenlijk twee dezelfde platformen. Kickstarter is gewoon het grootste. Allebei zit het voornamelijk in Amerika, doelgroep. Kickstarter is het grootste. De meeste mensen gaan op Kickstarter. Je hebt Indiegogo. En wat je kan doen is een programma. En Indiegogo weet ook gewoon dat ze de tweede partij zijn. Dus wat zij doen is, als jij Kickstarter hebt gedaan, je bent succesvol geweest, dan kan je meteen live laten gaan op Indiegogo. Okay. En wat dan ook nog een beetje sneaky is, is dat je dan opnieuw een soort van campagne kan doen. En dan staat er heel groot, nu hebben ze dat aangepast volgens mij, dan staat er heel groot van dat ze dat bedrag hebben opgehaald. Dus bij ons stond er al meteen $90.000 of $100.000 aan het begin. En dan heel klein stond eronder van... Maar dit is via een ander platform opgehaald. Dus dat stond er dan. Volgens mij hebben ze dat nu wel aangepast, zag ik. Okay. Dus bij heel veel dat je denkt, wow, hebben ze dat dubbel opgehaald? Nee, dat is niet zo. En de reden achter Indiegogo, waarom we dus nu ook nog steeds op Indiegogo staan, is dat je... Want op Kickstarter is die afgelopen? Of? Ja, dat is gewoon 30 dagen. 30 dagen en dan okay. Is het klaar. En Indiegogo is eigenlijk een verlenging. Maar dan heb je een soort van eigen webshop zonder dat je een webshop hoeft te hebben. En de voordelen zijn gewoon heel simpel. Het is pre-order, crowdfunding, dus je hoeft niks uit te leveren. Je krijgt gewoon geld binnen. Het wordt niet gezien als omzet. Nou, dat soort dingen allemaal. Je kan een website hebben natuurlijk met pre-orders, maar daar komt een hoop bij kijken. En via Indiegogo kan je gewoon eigenlijk verkopen zonder dat je alle lasten ervan hebt. Oké. Okay. Hey, en hoe zit het dan? Die investeerders of die kopers die betalen aan Indiegogo of aan Kickstarter? Ja. En wanneer krijg jij je geld dan? Nadat je campagne klaar is. Okay. Dus 30 dagen na je campagne komt het geld op je rekening. Okay. Die 30 dagen zit nog wat bedenktijd. Of ik weet niet precies hoe dat zit. Ben ik alweer vergeten. Maar in ieder geval na 30 dagen kwam het op onze rekening. En nu bij Indiegogo wordt het gewoon om de maand gestort. En heb je dan nog een leveringsplicht? Of, Nee. Nee. Okay, ja, het is echt bizar. Ja, eigenlijk wel. Maar er zijn gewoon heel veel... Eén campagne die je zeker op moet zoeken nog is de Coolest Box. Dat was een soort van coolbox, maar daar zat echt alles op. Er zat een muziekbox tot, je kon shakes mee maken, je kon echt alles mee doen.
En die hebben niet geleverd. En na 5 jaar, ze hebben echt misschien 10 miljoen opgehaald. En niet geleverd. En dat, zijn heel veel, en dat is ook een beetje het ding van Kickstarter. Het wordt een beetje, en er zijn wat ideeën nu ook waarbij ze andere concepten neerzetten. En wat wel betrouwbaar is, dat je moet leveren. Maar in principe, als je juridisch kijkt, staat er gewoon van, joh, je fundt een project waarvan je niet weet of je het product gaat krijgen. Het is een investering waarbij je als beloning een product kan krijgen. Dus er zit geen haast bij. Wij zouden in principe nu gewoon met z'n allen bij spreken kunnen verhuizen naar Australië en niemand die iets van ons hoort. Ja, dat wil je natuurlijk niet, maar er zijn gewoon echt voorbeelden van geweest. Er zijn ook echt heel veel bedrijven, en ik weet ook gewoon dat die bedrijven, ik ken ze ook, die zeggen van joh, fuck die bekkes. Gewoon, de klanten zijn belangrijk. Dus heel lekker laten en boeien. En door. Dat wil je natuurlijk niet. Dat is niet, denk ik, de cultuur die je wilt hebben en het beeld wat je wil hebben over je bedrijf. Maar voorbeelden zijn er. Oké, want op Kickstarter kan je natuurlijk ook hele kleine bedragen. Ja. Hoe gaat het dan? Dan doen ze een soort van aanbetaling op een box of zo? Of? Nee, je kan perks maken. Dus je kan zeggen, van, joh, voor 1 euro dan wordt je naam genoteerd op onze website. Oké. Voor 10 of 50 euro krijg je een shout-out of... kom je in het filmpje van ons. Of 500 euro krijg je een mooie sleutelhanger of krijg je een mini lunchbox. Je creëert soort van allemaal een soort van pakketjes waar mensen het kunnen kiezen. Oké. En dan in het ergste geval zit je natuurlijk een B2B deal waarbij je 500 stuks kan kopen. Dus dat zijn eigenlijk de volgordes die je kan maken. Je kan allemaal pakketten maken en dan kan je ook heel slim is ook een tool voor je. Dan kan je doen alsof er nog maar 1 beschikbaar is. En dan elke keer als die weer verkocht is, dan komt er weer 1 beschikbaar. Het zijn allemaal wat trucjes, maar dat... Ja, oké. Wat we zeiden. Je hebt daar dus ook het product zelf al verkocht voor $170? Nee, wat goedkoper. Oh. Voor de eerste mensen in Nederland is eigenlijk onze... Ook dat is weer iets dus voor de mensen... In ons eigen netwerk hadden we de korting dat je het voor €100 kon ophalen. Dat we het leveren. En vervolgens, daar waren er 50 van beschikbaar. Nou, als dat dan allemaal verkocht is, dan heb je voor 30% korting. Dus uiteindelijk ga je toe richting die 170. Maar je gaat nooit 170 doen, want het zijn free orders. Dus je kan nooit op de echte prijs zitten. Dus het begon van 100. En uiteindelijk is dat doorgegaan naar €130, €140, zoiets. En daar blijven we nog steeds op. Gaaf. Het is ook wel apart dat mensen dat... Want Kickstarter is toch wel echt wel heel bekend. Niet in Nederland, maar in Amerika zeker. Maar dat er zoveel geld dan in geïnvesteerd wordt... met het risico dat je eigenlijk niets krijgt. Dat is ook... Daar zijn we zelf dus... kom dadelijk wel. Daar zijn we dus ook zelf ook wel echt op onze bek gegaan. Maar dat kan ik zo verder ook nog wel uitleggen. Ik denk dat je daar ook zeker wel naar gaat vragen. Oké, en waarom heb je gekozen voor Kickstarter? Want er zijn ook Nederlandse partijen waar je geld kan ophalen via een soort van crowdfunding. Ja, nou dan kwam je eigenlijk wel bij hetzelfde wat ik net zei. In Nederland hebben we heel erg tegen dingen aangelopen. We hebben bijvoorbeeld mee kunnen doen met Dragon's Den, niet gedaan. We hebben ook andere programma's, niet gedaan. Omdat we ook gewoon merkten, we waren bijvoorbeeld met het pitchen bij Quote... En je merkte daar zaten toevallig ook al de mensen van Dragon's Den zaten daar ook in het publiek. En die konden dan ook wel dingen. Dus je merkte toen al een beetje op de manier hoe ze iets gingen zeggen. Dat ik dacht van ja, in Nederland is het gewoon niet. En ons product, kijk, in Nederland eten we voornamelijk ook nog echt wel koud overdag. Dus je ziet wel een switch van jongere mensen die vaker warm eten. Maar Nederland is gewoon een land waar ze gewoon koud lunchen. Alle landen erbuiten, letterlijk bijna alle landen erbuiten, die eten warm overdag. Amerika is het beste voorbeeld, los van de sandwiches natuurlijk. Maar ja, het was voor ons meteen van joh, we gaan voor het buitenland, we gaan wereldwijd. Dus Kickstarter is the place to be en niet een Nederlandse versie ervan. Want ik denk dat het alleen maar hoofdpijn en hoofdpijn zou bezorgen, denk ik. Okay. Het is niet onze doelgroep. En natuurlijk gaan we in Nederland echt wel verkopen en richten ons echt wel ook op Nederland. Alleen, als je kijkt naar het probleem, wie ziet het probleem? Nou, Amerika eet gedeeltelijk warm overdag. Je hebt een Kickstarter, een Indiegogo, die echt gewoon alleen richt op
Amerika is een stukje groter dan Nederland. En je zit meer met die afstanden. Dus je hebt echt van die Amerikanen die echt, weet je wel, echt gewoon pushen en echt gewoon voor business-wise, zeg maar, gewoon knallen. Dus daar zitten ze nog meer op de urban, zeg maar. Dat Amerikaanse. Heel veel meer onderweg. En je hebt ook genoeg mensen die behoorlijk sporten en echt daarop leven. Dus voor ons was dat best wel een hele snelle keuze die we hebben gemaakt. Oké, dus het is echt wel... je doelgroep zit dus echt wel in die urban en die sportmarkt. Ja, een beetje de jongere generatie. Een heel dom, maar of ben ik dan te Nederlands? Oh jee. Nee, ja, weet je wel, een broodje kaas tussen de middag, ja. Een dure broodtrommel. Maar wij eten gewoon toch één warme maaltijd per dag. Is het dan in het buitenland eten ze allemaal twee warme maaltijden per dag? Of is het gewoon 's avonds koud? Ook, nou ja, verschillend. Dus ja, dus ze eten gewoon, of ze eten groot 's middags. Of ze eten wel warm 's middags. En 's avonds eigenlijk bijna niet. Ja. Ook. Okay. Soms. Hey, nou, Kickstarter is dus duidelijk waarom je daarvoor gekozen hebt. Je hebt hulp gehad. Ja. En dan ben je ook wat cowboys tegen het lijf gekomen. Ja, of, kijk, uiteindelijk cowboys, het is, kijk, even goede vrienden en supergasten. Prima allemaal, maar ze vragen gewoon ontzettend veel. Dus het is ook logisch, want je kan een bedrijf opzetten en je kan een Kickstarter-campagne doen. En dat heb ik echt geleerd, zeg maar, van Namit ook. Dat is zoiets anders. Namit is je kompion, hè? Ja, mijn kompion. Ja, sorry. Dat had ik nog even kunnen benoemen. Ik heb het samen opgezet met Amit Jaura, mijn kompion. En daar hebben we samen ook voornamelijk de campagne gedaan. Maar het is gewoon zoiets anders. Je hebt, zeg maar, je weet er niks over. Dus als je er niks over weet, dan zijn er partijen die er wel iets over weten. Die durven dat ook best wel te vragen in een bedrag. Dus dat zie je. Want het gaat echt om de details. Het gaat erom van, ja, hoe zet je het op? Wat voor soort video? Wat moet de vibe zijn? Welke partijen moet je hebben? De juiste partijen. Want je moet je voorstellen, voor alleen de advertenties op Kickstarter zijn al 10, 20 partijen die je kunnen helpen. Maar hetzelfde geldt, bij welke partijen moet je zijn om, ja, gewoon aan wie ga je geld uitgeven? Ja, dat is het. Ik heb er zelf even ingedoken. Ja. Om in contact te komen met mensen, per mail en per LinkedIn kan alles. Maar zodra je iemand aan de telefoon wil krijgen, dan moet je al beginnen met lappen. Ja. Sorry, maar dan haak ik al af. Maar weet de partijen, zeg maar, voor om zo'n Kickstarter campagne te doen, of? Ja, dus ik weet ik veel. Ik was met een crowdfunding, advies crowdfunding, een paar mensen. En zei, nou, kunnen we een afspraak maken? En dan werd ik doorverwezen. Ja, plan maar zelf even een afspraak in, dan bellen we even een uurtje. Maar of ik eerst even €99 wil betalen. Ja. Ja. Want anders nam die de telefoon even niet op. Ik denk, ja. Ja, precies. Maar dat is het. Dus er is echt gewoon een wereld crowdfunding. Crowdfunding Kickstarter en Indiegogo, that's it. Er zijn ook heel veel... Slokje water. Er zijn ook heel veel bedrijven die alleen hun business draaien op Kickstarter en Indiegogo. Waarom? Het is geen omzet. Dus je zit met belastingtechnisch en dat soort zaken allemaal. Het is best wel voordelig om natuurlijk gewoon alleen maar crowdfunding campagnes te doen. Je hebt een doelgroep. Dus die doelgroep komt elke keer weer terug. Die gaat het geld weer uitgeven. Ze halen elke keer miljoenen euro's op. We maken het, versturen het, een nieuw project. En zo verder. Dus en dat is het ook. Dus eigenlijk als je, zeg maar, een crowdfunding campagne doet, de Heatbooks versie 1.01. Ja. En daarna doe je een crowdfunding campagne voor Heatbooks versie 1.02 en 1.03. Ja, dat gebeurt. En dan elke keer weer cashen. Ja. En dat is het. En die andere doelgroepen... Want dan is het een investering en dan hoef je dat niet in de boeken te zetten als omzet. Ja. Oké. Ja. En op het moment van uitlevering dan? Je leeft het uit als investering. Dus het is niet zozeer dat je direct... Het wordt niet gezien als omzet. En dan moet ik wel al zeggen dat ik geen genie ben en geen kaya ben in het financiële gedeelte. Okay. Maar dat is wat we tot nu toe hebben gehoord. In ieder geval mijn compagnons ook verder ingedoken zijn. Okay. Maar voor zover ik weet, is dat de reden waarom ze dat doen. Ja, net zoals wat jij ook aangaf, ze vragen gewoon meteen een hoop, want hun kennis is geld waard. Dus kijk, ik kan zeggen dat je hoe je die video moet doen, hoe het eruit moet komen te zien, waar je moet letten. Ik weet aan wie je geld moet uitgeven. Waar ik echt achter ben gekomen is,
En ja, dat is ook wel meteen wel een redelijke fout geweest. Is dat je... we hadden die doelgroepen. Dus we hebben echt duizenden euro's vooraf besteed aan die doelgroepen. We komen dan online. Weet je wel, 19 november gaan we live. Dus wees er als eerste bij, 100 euro. Getarget op Gymshark. Alle partijen, weet je wel, truckers, urban people. Dus echt op onze doelgroepen getarget. En de conversies waren goed. E-mailadressen allemaal achtergelaten, duizenden mailadressen. We gaan live. Zij denkt, nou, nu gaat het gebeuren. Er gebeurt niks. Geen conversies. Helemaal niks. Nul. Maar misschien één, maar gewoon echt helemaal niks. Dus wij dachten ook van, ja, hoe kan dat? En, dus dan moet je schakelen. Dus dan moet je echt ondernemers spelen. Dan moet je gaan kijken van, joh, wat gebeurt er nu? Waarom? Want we hadden echt verwacht dat we miljoenen euro's op zouden halen. Dat gebeurt niet. Ja, hoe kan dat? We weten het. We hebben het gevalideerd vooraf. We wisten dat de doelgroepen zijn. 100% zeker. En er komt gewoon niks binnen. En dan denk je van, ja, hoe kan dat? En dan ga je onderzoek doen en dan kan je zien wie er heeft gebackt. En dan kom je ineens achter dat het allemaal mensen zijn van... mannen van 40, 50 jaar oud, kaal, wat forser. Dus niet sporten. Die misschien 200, 150 andere campagnes hebben gebackt. En dan kom je ineens achter van, hey, hoe dan? Zij gaan het product niet gebruiken zoals wij voor ogen hadden. Dat is ook altijd logisch natuurlijk. Er zit een verschil wat je zelf denkt en wie de klant is uiteindelijk. Maar we hadden wel verwacht dat we een beetje in de buurt zouden komen. En dat was het gewoon niet. En dan kom je erachter dat het gewoon, je hebt de zee en je hebt Kickstarter. Dat is een vijvertje van mensen die daar gewoon alleen op zitten. Die gewoon allemaal campagnes backen. Dus ja, zaten we dan met een filmpje met Marijn Sugar en fitnessgas in de video. En echt volgericht op die doelgroep. En dan zijn het de mensen die eigenlijk alles behalve onze doelgroep zijn die dan het product kopen. Dus daar kom je dan achter. Dus daarom ook, er zijn... Maar dan moet je nog schakelen in 30 dagen. Ja, dat hebben we wel gedaan. Binnen 30 dagen. Dus ja. Zeg maar, dan gaan we wel een week overheen voordat je dat hebt aangepast. Als het geen twee weken nou, is. Nou kijk, we hebben het niet aangepast. Alleen we hebben gewoon echt al geld weggegooid. Ja, dat hebben we echt wel gedaan. We hadden vooraf een partij en die hebben echt ons... Ik ga geen namen noemen, want ik heb een neutraal... Ja, laten we zeggen, ik ben niet positief, maar ook negatief vooraf aan de campagne. Ze zullen ook vast wel misschien meeluisteren. Vooraf aan de campagne super blij mee geweest. Ze hebben ons echt de gegevens gegeven. Wie moeten we zijn, aan wie moeten we geld uitgeven? Hoe zit het in elkaar? Hoe moet de video eruit komen zien? Los natuurlijk van alle podcasts, video's. We hebben tientallen gesprekken gehad met succesvolle Nederlandse crowdfunders. Dus we hebben alles voorbereid. Maar goed, we dachten met hun komen, dan gaan we echt sky high. Want die hadden ook andere campagnes gedaan, miljoenen campagnes. Dus die wisten precies wat ze moesten doen. Dat was wel een paar jaar geleden. Misschien was het daar ook al misgegaan. Dus we hadden alles voorbereid. Maar op het moment dat we live zijn gegaan, toen viel het helemaal weg. Toen was het van, ja, nu kan je achterover zitten en gaat het gebeuren. Maar dat was niet het geval. Dus dan moesten we heel erg snel schakelen. Dus wat wij zagen is dat het echt om data gaat binnen Kickstarter. Dus het gaat erom... De mensen met de juiste data van die mensen, van dat vijvertje, daar moet je zijn. Dus je hebt allemaal partijen als Becker Kid, als Becker Club. Dat zijn allemaal van die clubjes waar al die mensen zitten. Daar moet je geld naartoe. Dat moet niet naar Facebook ads. Je hebt wel een partij die ads gaat doen. Maar die hebben data. Dus die hebben data van al die mensen die al eerder een campagne hebben gebackt. Niet gewoon in doel en gewoon op je doelgroepen. Nee, gewoon... Puur, wie heeft de meeste data, daar moet je op zitten. En daar kwamen we achter tijdens de campagne. En toen hebben we de laatste weken de juiste partij gevonden. En hebben we nog even kunnen knallen de laatste dagen. En we hebben ook nog wat geld kunnen uitgeven aan waar waar de data ligt. Dus we hebben nog wel wat kunnen doen. Nou, hadden we veel meer uit kunnen halen. En veel minder geld kunnen weggooien. Oké. Want... Even, ik weet niet of je dat wil vertellen. Als je het niet wil, moet je het ook zeggen. Maar wat was je kwijt, zeg maar, extern als hulp voor die eerste partij? Nou, ik denk dat je... Voordat je campagne live ging, zeg maar... Ik kan in het algemeen wel zeggen dat je, als je een campagne wil doen, nou, dan ben je minimaal... Als ik zeg maar, als mensen, luisteraars, mensen die kijken, willen nadenken over een campagne... Op Kickstarter dan? Ja, laten we zeggen Kickstarter. Dus geen Nederlandse partij, gewoon echt Kickstarter. Wereldwijd, wereldveroveren, punt.
dan kan je al nadenken dat je voor een video tussen de 5.000 en 20.000 euro kwijt bent. Voor een video? Ja. Tussen de 5 en de 20.000 euro? Ja. Oké. Okay. Ja. 5.000, dan ben je goedkoop. Kan het ook. Dat hebben we zelf ook gewoon gedaan. Maar er zijn echt partijen die heel veel campagnes hebben gedaan tussen de 10 en 20.000 euro. Oké. Okay. Zit je al voor een video van 2 minuten. Dan heb je... Dus ik denk dat je in totaal tussen de... Laten we zeggen van 0... Ja, nou, niet 0, want je zit sowieso... Ik denk dat je minimaal tussen de 10.000 en de 30.000 besteedt. Voordat je live gaat eigenlijk. Ja. Dan heb je advies binnengehaald, dan heb je een filmpje. Ja. Dan heb je teksten geschreven, dan heb je campagne bedacht. Ja, en hier zit natuurlijk ook nog eens een keer met je PR en dat soort dingen allemaal. Ja. Dus dan zit je echt wel... Je gaat eerder naar de 30.000 dan de 10.000. Oké. Okay. Dus dat is het bizarre. Ja. En dan hetzelfde ook het bedrag. Het doelbedrag wat je noteert is nooit het doelbedrag wat je wilt hebben. Dus dat zijn allemaal dingen. Kijk, ik zeg dat nu. En ik ben nu ook weer bezig met een andere campagne om te helpen. Maar dat is meer puur op wat ik nu weet. En ik ben niet een bedrijf, en dat wil ik ook helemaal niet zijn. Ik krijg er wel voor betaald om te assisteren. En dus Amit en ik die helpen ook echt wel nu. Mijn bedrijf, dat denk ik, ja, dat is een hartstikke tof concept. Dat is om uit te leggen, dat zijn earpods. Maar die kan je nu ook opladen. Dus als ze leeg zijn, kan je ze gewoon bekabeld maken. Dus daar gaan we over een paar weken live mee. Maar dat is dat zijn Amerikaanse gasten, die weten het al. Die hebben tientallen miljoen euro's opgehaald eerder al. Maar die zeiden van, joh, we weten gewoon... Zij weten ook dons goed in elkaar zit. Dus zij zeiden van, ja, wij weten gewoon niet even de juiste partij. Er is een hoop veranderd in de afgelopen 5 jaar. Bij wie moeten we zijn als jij dat weet? We betalen jou, regelen contacten bij Kickstarter, bij die partijen. Geef ons geld uit. Komt goed. Nou, dat is leuk nu om te doen als ik wat meer tijd over heb. Maar ik wil er niet induiken. Dus ik wil wel graag die informatie geven. Maar dat zijn dingen als... Je gaat live op Kickstarter. En wij hadden minimaal 100.000 euro nodig. Ons doelbedrag was 30.000 uit mijn hoofd. Dat is ook weer iets. Dus er zit een heel techniek achter. Een strategie is. Sorry, die snap ik niet. Ja. Je doel was 100.000 euro. Ja. Had je nodig. Ja, maar je zet het lager erop. Ja. Je zegt dat je maar 30.000 nodig hebt. Ja, waarom? Omdat je dan binnen 1 dag 30.000 euro kan ophalen. En dan ben je een succesverhaal. Als je een succesverhaal bent, dan komt de media. Vinden alle partijen dat interessanter. Dan ben je meer legit. Want dan denken partijen van, hey, ik krijg toch het product. Dus dan ga ik ook geld uitgeven, wordt de drempel lager. En dan kan je doorknallen naar 100.000. Dat is een trucje. En er zijn, laten we zeggen, ook nog tientallen andere trucjes. Okay. Dus er komt heel veel bij kijken en het is totaal iets anders dan een bedrijf opzetten. Dus als je het eenmaal weet, dat is het ook. Ik vind het boefjes en dat mogen ze best weten dat ik dat vind. En weet je, het is een hele goede business case en ze doen het echt hartstikke goed. Maar weet je, een ander ondernemer, en dat is ook mijn advies een beetje naar mensen van joh, als jij een campagne wilt doen, ga lekker andere ondernemers opzoeken. Er zijn genoeg mensen. Ondernemers helpen elkaar. Ja, precies. Dus als je gewoon een andere ondernemer opzoekt, en dat kan ook echt wel bij mij. En als ik geen tijd heb, dan kan je ook altijd wel bij andere mensen terecht. Benader ze. Ze weten hoe het is. Dus ze kunnen je zeggen, joh, doe dat. En ik heb nog wel contact hier, alsjeblieft. Dat scheelt je 10, 20.000 euro. Om even concreet te zijn. Dus dat is, ja, ik vind het bizar. Maar goed, het zijn genoeg dingen in de wereld. Business-wise, zo zit het gewoon in elkaar. Er zijn bedrijven die weten wat ze weten, die hebben de kennis en die maken er goed gebruik van. En die doen die campagnes. Oké. Okay. Volgens mij heb ik een stap overgeslagen. Ja. Want je hebt zeg maar, je hebt het product. Je weet, ik ga een Kickstarter campagne doen. Maar waar ben jij begonnen? Met hoe dat... Ja, zeg maar... ja waar begin je, weet je wel? Ga je gelijk op Kickstarter, ga je je aanmelden of ga je eerst naar partijen? We hebben eerst... Moet je nog door een soort ballotagecommissie heen? Want ook. Want volgens mij op Kickstarter mag je alleen... Tenminste, ik heb 10 jaar geleden nog eens een keer gekeken. Of, ja. Toen ik de eerste podcast over luisterde over Kickstarter. Maar toen was het alleen maar toegankelijk voor Amerikaanse bedrijven. Je moest echt daadwerkelijk gevestigd zijn. Is dat nog steeds? Dus niet meer. Nee. Zullen we het vrijgeven? Okay. Ja, wel vrij. Maar we begonnen natuurlijk van, we hadden het idee. Amit en ik zijn totaal niet technisch. Echt gewoon echt niet. Op een gegeven moment, dat is een leuk verhaal, maar op een gegeven moment hadden we... Ik had nog een opdracht plaatsen met School Supply. En toen gingen we... iemand die ik kende uit mijn netwerk, die was best wel technisch. En dus we hadden wat onderdelen. We hadden, laten we zeggen, allemaal Chinese versies. En we dachten, weet je wat, we gaan iets aan elkaar maken.
En dan kijken of het werkt. Als dat werkt, je wilde gewoon... We wilden niet meteen zeg maar, bij een deelpartij aankloppen en zeggen van, joh, dit is het idee en wat kost het? Weet je wel, dan moet je een investeerder bij halen en die zegt, ja, en niks gevalideerd. Dus daar word ik bang van en te veel risico's. Dus dat wilden we niet. Ze gingen zelf testen en toen op een gegeven moment toen sloot alles aan en toen schoot ook al het licht uit. Toen was alles meteen ook plat. Toen dachten we ook zelf iets van, ja, misschien moeten we wel iemand erbij halen die er meer vanaf weet. En zodoende zijn we bij Dennis en Michael terechtgekomen en Kim. En die hebben een engineeringbedrijf waar we nu ook zitten. Die gasten die zijn echt de kanjers technisch. Dat zijn echt de genieën. Dus die kunnen echt ontzettend veel. Dus uiteindelijk zijn we met hun, is het team compleet. En zijn we echt naar die campagne toegewerkt. Dus terugkomend op je vraag is van, oké, we wisten binnen een jaar, anderhalf jaar, tot die tijd alleen maar prototypes maken. En dat het überhaupt kan. En vanuit daar doorontwikkelen. We wisten, oké, daar gaan we naartoe. Een jaar, anderhalf jaar. Dus we hebben echt een jaar met alle ondernemers gezeten die het eerder hebben gedaan. We hebben podcasts geluisterd. We hebben alles gedaan. Alle informatie opgezocht en tot ons genomen. En ja, net ervoor, en dan ga je met partijen praten. Dan heb je wat geld opgehaald via een accelerator-program. Dus dan kan je wat stapjes maken. Zelf wat geld inleggen en dan ga je met partijen praten en dan ga je iets meer naar buiten toe, want je hebt prototype. Dan ga je weer een beetje met die wedstrijden meedoen, met ideeën. Dus je gaat steeds meer naar buiten toe. En dan kom je in gesprek met die partijen en dan vanuit die partijen ga je weer meer informatie hebben, meerdere partijen spreek je. En dan ga je een plan maken en dan kom je steeds dichterbij. En hoe kom je dan op het doel dat je 100.000 euro nodig hebt? Of dollar? Technisch gezien, hoeveel gaat het kosten om te maken? En waarmee kunnen we een eerste batch maken, zeg maar. En dat kan niet met 100.000 euro, dat is wat meer. Alleen je kan wel, ja, laten we zeggen, je moet een goede contact hebben. En uiteindelijk dan kan je een overeenkomst tekenen met zo'n fabriek waarvan je zegt van, joh, we maken dat kostprijs en kunnen dat doen. En vanuit daar dan doorgroeien. Oké, dus daar is het op bepaald. Ja. Oké. Dus bedrag opgehaald en dan heb ik staan, maar dat hebben we al besproken. Hè? Dan ga je produceren en dan ja, ga je uitleveren aan al die kickstarters. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, heb je ook dan een soort van sleutelhangers verkocht in je campagne? Of nee, nee. Of we hebben echt alleen een lunchbox. Broodrommel. Alles Nederlands te kijken is. Ja, broodrommel en... Een broodrommel van 170 euro. En meerdere broodrommels van 170 euro bij elkaar opgeteld. En een extra food containers. Dus je kan hem drie keer gebruiken op een single charge. Dus je kan drie keer een bakje erin leggen en dan is je eten klaar. Dus we hebben ook wel extra containers. En je ziet het ook, als je grote eten bent, heb je meer bakjes nodig. Een container die je erin legt, zeg maar. Ja, ah, oké. Okay. Ja. En dan kan je van daaruit eten. En die container doe je in de vaatwasser. Ja, exact. Ja. Okay. Een meal prepping idee. Oké. Nou, de cowboys hebben we al gehad. Hoe gaat het geld terugbetalen? Dat heb je dus niet met crowdfunding, want je gaat het product leveren. Ja. En hebben ze dus, dat kopen ze dus voor een x-bedrag. Ja, pre-order. Dat krijgen ze dan als eerste wereldwijd, voordat het in de winkel ligt. En moet je nog namen vertellen op een website? Of die heb je niet, die campagne? Nee, ook niet. Nee, dat vonden we ook allemaal een beetje... een beetje query. Ja. Ja. Nee, daar zijn we niet voor gegaan. Even kijken... Ja, zijn er voorwaarden aan? Dus je hebt het volgens mij al beantwoord. Maar hoe lang je erover mag doen voordat je het product gaat leveren? Nee. Nee, je kan... De campagne duurt 30, 60 dagen. Je moet vooraf wel laten zien dat het ook echt werkt. Dus ze doen best wel een strenge check van... joh, laat maar zien dat je een prototype hebt en dat het zo is. Want er zijn genoeg bedrijven geweest die het allemaal hebben... Ook daar kan ik... veel over zeggen, maar er zijn genoeg bedrijven, ik ken ze, ik weet wie ze zijn. Ze hebben het gewoon een beetje lopen cheaten. Het product bestond helemaal niet. Gewoon een mooie video gemaakt en opgezet. En dus Kickstarter probeert er wel steeds meer op te letten dat je ook echt daadwerkelijk gewoon een echte prototype hebt en dat het ook echt wel een kans is dat het wordt geleverd als het succesvol, als het bedrag wordt opgehaald. Okay. En dan daarna is het... Je hoeft er ook niet achteraf te verantwoorden van, goh, wat heb je met die 10 miljoen gedaan die je op hebt gehaald? Nee. Okay. Ja, nee, het is grijs gebied. Dus ja, al die backers die kunnen achter je aankomen. Maar ja die zijn 100 euro kwijt. Ik denk, ja, het zal wel weer. Maar je spreekt wat wij hebben gedaan. We hadden afgesproken dat we augustus, september zouden leveren. Want er zit altijd vertraging op. En dat wisten we vooraf ook al. Maar dat was onze streven. En nu met corona heeft het nog langer geduurd natuurlijk.
Dus ik vind dat we het nog best wel netjes doen als we daar in november alles klaar hebben. Oké, en je houdt je ook je op de hoogte van goh, dat moet, ja, dat moet. Dus dat zijn ze best wel streng in. Het Indiegogo, je moet één keer in de maand moet je een update plaatsen. Oké. Maar dus Kickstarter hoeft dat niet? Ook. Ja, Kickstarter is 30 dagen, dus dan is het gewoon klaar. En Indiegogo loopt nog door. Maar kan je nu ook nog updates plaatsen op Kickstarter? Dat is een goeie. Volgens mij niet. Want als je staat op Kickstarter, zegt dat je bij Kickstarter levert. Staat een hele grote button van nu verkrijgbaar op Indiegogo. Dus het is ook helemaal niet concurrentie. Het is allemaal, misschien hebben ze onderling nog weer een afspraak. Het zal vast wel. Eén bedrijf. Ja, nee, dat niet. Maar ik denk dat ze onderling vast wel een afspraakje hebben van alles wat er doorkomt, daar krijg je een percentage. Okay. Maar daar is dus geen limiet aan. Ook bij Indiegogo niet. Nee. Oké. Een behoorlijk grijs gebied. Het is echt grijs gebied, ja. Daarom kan ook heel veel gevraagd voor worden als je een consultancy of een agency, nee, eigenlijk meer een agency hebt met crowdfunding. Die helpt met oplichten. Ja. In sommige gevallen. Sorry. Ja. Hey, oké, wat zou je de volgende keer helemaal anders doen? Wat ik ook al zei, ik zou geen... Je zou op zoek gaan naar de data. Ik zou op zoek... Ja, maar dat weet je niet. Dat weet je pas alleen als je erachter komt. Want die partijen die dat zeiden, die... Kijk, het ligt ook echt af van je product. Want wat je ziet op laat zeggen... Dit is niet helemaal waar wat ik zei. Het is ook echt zo van als jij een general... Als je gewoon een algemeen product hebt wat het goed kan doen... Dus oordopjes, powerbanks, elektronica... Een tas, weet je wel, gewoon echt, zeg maar, echt algemeen. Iedereen impulsief kan kopen. Dan kan je ook echt wel doelgroepen gaan benaderen. Dan kan je ook gewoon zelf gewoon advertenties draaien. Dus dat kan ook echt wel. Alleen, wij hadden gewoon echt het probleem, oplossing, best wel niche, maar ook weer niet. Dus we vielen een beetje... Kijk, alles, in ieder geval dat moet ik wel altijd nog even zeggen. Alles wat ik zeg is een mening en een gedachte. En het is niet zoals het is, weet je wel. Dit is mijn ervaring... maar wat wij zagen is, wij zaten een beetje tussenin. Dus het was niet algemeen. Dus het was niet een oplader die super snel kan opladen. Wat iedereen altijd fijn vindt en wel €30 aan kan besteden. Want we zaten best wel hoge prijskategorie. Alles onder de €100. Dat is een magische grens, noemen ze dat bij Kickstarter. Want dat verkoopt gewoon meer onder de €100. Maar wat je ziet is, je hebt een algemeen product en je hebt een heel niche product. En beide kunnen heel erg goed lopen. Want met niche weten de mensen meteen waar het over gaat. Die willen het hebben. En je hebt een algemeen product. Dus wij zaten een beetje tussenin. Dus dat zag je wel. Maar als ik het anders zou doen, dan zou ik minder geld uitgeven. En ja, fouten maken. Gewoon, nu weet ik bij wie ik moet zijn. Dus ik weet, ik kan Kickstarter bellen. Ik heb contacten bij Kickstarter. Dat is ook best wel lastig. Maar dat heb ik wel weer via die partij gedaan. Dus daar moet ik ze ook weer voor bedanken. Ik weet aan wie ik mijn advertenties uit zou geven, geld uit zou geven, want die heeft de meeste data. Ik weet welke partij ik moet hebben om andere geld uit te geven. Ik weet met PR hoe ik dat moet opzetten. Maar dat zijn allemaal fouten, dus uiteindelijk, ja, ik zou het anders doen. Ik zou minder geld uitgeven, maar dat komt ook met de kennis die ik nu heb. Dus ja. Wat jij eigenlijk even, misschien wat ik niet goed gehoord heb, je hebt een product op Kickstarter staan. Ja. En dan zorg je ook nog van buitenaf dat daar traffic op komt. En die partijen kosten natuurlijk ook geld. Je moet geld. Het allemaal zelf doen. Ja, oké. Ja. Want het is niet zo, je zet een product op Kickstarter en je komt bovenaan. Nee, en ik denk ook niet dat het andere crowdfunding... Ja, dat kan wel wat opleveren. Dus wij werden bijvoorbeeld ook... wat was het nou? Best of Kickstarter. Weet je, dan krijg je zo'n labeltje. En dat helpt dan ook weer. Daar komt dan wel een paar duizend euro extra uit. En als je dan ook nog, als je het goed doet, de traffic en algoritmes van Kickstarter goed doet, dan kom je ook nog eens op de homepage. Komt ook weer wat verkoop uit. Dus het is ook een beetje een opstapeling van heel veel factoren. Dus je moet een goede video hebben, je moet een goede prijs hebben, je moet een goede doelgroep hebben, goede PR. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan kan het sky high gaan. Oké, want van die 30.000 euro die je, zeg maar, geïnvesteerd hebt. Hoeveel is daar dan management fee aan en productiekosten? En hoeveel is daadwerkelijk dan advertentiekosten? Ik denk dat je tijdens heel de campagne wel minimaal 10.000 moet reserveren voor advertenties. Oké. Ja. Voor 30 dagen? Ja. En met Indiegogo weer opnieuw? Dat zou kunnen. Dat zou kunnen, maar dat is wel weer grappig. Dus we hebben het wel een beetje gecompenseerd. We hebben...
sinds december hebben we helemaal niks meer uitgegeven. Maar we hebben toch wel weer nu 50.000 euro extra opgehaald. Oké. Dus dat is wel, ja, we zijn natuurlijk ook wel, we hebben echt ontzettend veel media-aandacht gehad in Las Vegas. En bij CES. Dus ik denk dat het daar ook wel een beetje een nasleep is geweest daarvan. Dat we continu gewoon, ja, gewoon alle media, van BBC tot overal, we hebben overal wel iets over, ja, overal is wel iets over Hibox geschreven. Dus ik denk dat dat ook wel heeft meegeholpen dat we nu nog steeds maandelijks tussen de 2.000 en 5.000 euro aan backers binnenkomt. Oké. Okay. Zonder niets te doen. Toch lekker. Ja, zeker. Hey, wat is je grootste fout tot nu toe? Mag ook als ondernemer. Of in de crowdfunding campagne mag ook. Zoveel fouten, dat wordt lastig. Gaaf. De fout die je het meeste geld hebt gekost dan? Nou, ja, kijk, voor Heatbox is denk ik wel dit verhaal. Ik denk dat wel echt, zeg maar, je crowdfunding campagne gewoon echt geld weggooien. Dat misschien 10.000 minder was geweest. Maar ja, valt op zich ook wel mee, maar het is wel een redelijk fout. Een behoorlijk bedrag, toch? Ja, zeker. Maar we leren er wel weer van. Dus we weten het als we het nog een keer willen doen. Als we het ooit doen, dan weten we waar we moeten zijn. Dus ik denk dat dat de grootste fout is. En met Schoolsplay heb ik ook nog echt wel een fout. Maar voor Heatbox is dat wel echt de grootste fout. Oké. Okay. En wat is je grootste succes? Ik denk Las Vegas, CES. Dat is echt, wat houdt de CES? Consumer Electronics Show. Dus de grootste elektronica show wereldwijd. Waar Apple alle grote merken de nieuwste producten laten zien. Dat is gewoon echt een, ja, gek huis. Het is echt ook wel een beetje een bubbel als je er zit. Maar ja, dat is echt waanzinnig. Dat is echt voor alle mensen die een beetje taggy zijn. Die weten wat CES is. Er komen honderdduizenden mensen op af. Het is echt 4 dagen gewoon. Ja, maar het was zo waanzinnig. Het was zelfs zo erg die eerste dag. Toen waren er meteen iets van, we hadden echt 20 interviews op een dag. Van BBC tot weet ik veel wat allemaal. En na de eerste dag, ik waren 12 uur, 11 uur s'avonds thuis. En ik kon dan moeilijk slapen van de energie. En ik werd 2:30 s'nachts wakker. En terwijl we 7 uur op zouden moeten staan. Ik was al helemaal verrot. Maar ik kon gewoon niet meer slapen van adrenaline. Dus ik mijn laptop gepakt en op mail weggewerkt. En het was echt waanzinnig. Het was echt, ja, wat daaruit is gekomen. Je praat met zoveel grote partijen ook die interesse hebben. Van Walmart tot ja, ook Amazon gesproken. Maar ook gewoon alle de interesse. Weet je wel, we hebben 2 jaar na een moment gewerkt waarvan we eigenlijk een soort van bevestiging nodig hadden. Dat het gewoon echt wel gaat lukken. En dat we, kijk, je gelooft er zelf in. Dan heb je in Nederland natuurlijk alle mensen die heel blij zijn met een boterham met kaas en een broodtrommel. Dat ze denken, waar is het goed voor? En dan kom je in Amerika, place to be. En dan krijg je eigenlijk misschien wel van alle partijen, los van een paar andere partijen, wel bijna het meeste aandacht van media. En van de partijen en dat je het gewoon het drukste hebt. En ja, dat is echt, zeg maar, als je, dan weet je ook, weet je, we hebben zelfs gewoon met 3 partijen uit de automotive industrie gesproken die interesse hadden om dat in de auto's te integreren en dat soort dingen allemaal. Als je die, weet je, het zijn Amerikanen, dus die kunnen allemaal heel goed praten, maar het feit dat die interesse er is en dat we die partijen hebben gesproken, ja, dan zit je wel wat zelfverzekerd in je stoel en denk je van ja, we gaan het gewoon echt knallen en we gaan het gewoon neerzetten. Gaaf. Dus dat is wel echt, ja, dat was echt heel tof. En jammer genoeg hebben we afgelopen week doorgekregen dat het in januari niet doorgaat. Ze zouden eerst, in ieder geval, ze zouden wel door laten gaan. Alleen nu gaan ze het allemaal live doen. Ze hebben natuurlijk helemaal geen zak aan. Nee. Maar dat is wel zonde. Hadden we echt wel naar uitgekeken. Want dan had ook echt het fysieke product. Dan had je daar kunnen staan. Dan had je echt met alle grote partijen kunnen praten. En dan had je ook echt wel wat deals kunnen sluiten. Maar goed, online, wie weet. Ja. Misschien kunnen ze het eerder vinden. Oké, maar hoe ben je daar terechtgekomen dan? Via het RVO. Dus je hebt, vanuit het RVO heb je een programma waarbij ze met de 50... de meest belovende tech-startups gaan ze naar, dat is een soort handelsmissie. Okay. Dan ga je met Mona Keijzer en Prins Constantijn ga je daar naartoe. En met TechLeap en het RVO. En dan heb je ook echt het Dutch Pavilion. Dus dan heb je echt een heel klein parkje met alleen maar Nederlandse startups. Dus dat was wel echt, heel tof. Dat is echt, ja. En al die 50 heb je ook contact mee? Of? Wat? Met al die 50 startups heb je ook allemaal contact mee? Ja, een paar wel, ja. Een paar zijn wel vrienden geworden en hebben we ook nog wel contact mee. Zijn we natuurlijk daarna ook een hapje wezen doen, drankje wezen doen, Las Vegas in. Gaaf, hè? Dus dat is echt wel, het is echt, ja, ik krijg echt energie van. Als ik er nu over nadenk, dus ik baal ook echt ontzettend van dat het in januari niet doorgaat. Want dat is een beleving, dat is iets waar je
over tientallen jaren nog steeds op terugkijkt. Dat je denkt, van, joh, daar heb je gestaan, heb je je product laten zien, zoveel aandacht, media. Dat is echt, wauw. Ja, kicken. Ja. Hey, super gaaf. Maar mag je dan eigenlijk, omdat je er vorig jaar over gestaan, mag je dan nog een keer? Of ja, zoek je ja. Er geen nieuwe uit? Nee. Ja, allemaal hetzelfde bedrijven. Ja. Nee, ja, dat is een hele goede vraag. Ja, je mag er nog een keer staan, maar het is niet zo dat je onbeperkt daar kan staan. Okay. Dus het is wel echt, ik denk ook dat het ook logisch is. Ik denk dat je max 2 keer kan staan. Misschien uitzonderlijk 3 keer. Als je gewoon echt een ontzettend goed product hebt. En je moet ook elke keer natuurlijk wel iets nieuws hebben. Er zijn ook gewoon bedrijven die... Ja, weet je... consumer electronics, dat is natuurlijk best wel... Kijk, op technisch gebied zijn er... Ik denk dat je in Nederland niet... Weet je, e-commerce, ja, dat booming, dat is laaghangend fruit voor heel veel jonge mensen. En met alle respect. Dus heel veel mensen gaan natuurlijk in bol.com, dropshippen. Dat is allemaal relatief makkelijk voor ze. Makkelijk om op te zetten. Dus er zijn ook... Er worden ook steeds minder consumer electronics producten bedacht. Technisch gezien ook technische producten wat minder, denk ik. Dus vind maar eens een keer startups die in het technische gedeelte innoveren. En er zijn een paar bedrijven die dan elke keer weer een nieuw product hebben. Wij zouden voor de 2e keer daar dan komen en het laten zien. En ik denk dan de 3e keer dat we dan, als we het goed doen, dan zouden we onze eigen stand hebben en dan gewoon zelf knallen. Gaaf man. Hey, wat is de doelstelling voor het komende jaar? Gewoon zorgen voor dit jaar nog. Of 2021. Ja, komende jaar of dit jaar. Ja, komende 12 maanden, zeg maar. Alles uitleveren en zorgen dat we gewoon echt duizenden producten hebben verkocht. Ik denk dat het streven wel is dat we echt al naar de 4.000, 5.000 units gaan. En dan vanuit daar doorgroeien. Dus gewoon echt de hele basis hebben gelegd. Dus dat je gewoon, dat gewoon overal wereldwijd ligt. Van New York tot Parijs tot... In Azië, overal. We moeten gewoon overal liggen, alles moet klaarstaan. En, ja. Ben je niet bang dat als je het in China gaat laten fabriceren, dat er dadelijk 20 anderen zitten? Nee. Nee, dat komt eigenlijk omdat we... Daar was ik eerst wel bang voor en dat is echt een opmerking die heel veel mensen zeggen. Maar het is ook een beetje afhankelijk van je product. Kijk, als jij een tas hebt van... Je moet ook een beetje kijken vanuit het risico voor die Chinezen. Kijk, de Chinezen die gaan pas, in ieder geval dat heb ik me ook laten vertellen, de Chinezen gaan pas wat doen als het echt heel groot succesvol is en ze denken daar iets te halen. Ons product is best wel ingewikkeld nog, dus dat betekent dat ze best wel veel risico's moeten nemen om het na te maken. Ze zouden, kijk, er zijn al goedkopere versies met een plug en contactverwarming, dus die zijn er al. Je hebt ook gewoon rijstekokers in China en Azië, dus dat zit er allemaal wel. Alleen wat één ding wat die Chinezen niet kunnen is marketing. Dus die kunnen het idee al bedenken, maar die hebben een ontzettend lelijk product. Niet high-end. Dus dat willen ze wel heel graag, allemaal die Chinezen. Maar daar zitten ze gewoon nog niet. Dus nee, ik ben er niet bang voor. Ik heb namelijk wel eens gehoord van, weet je, van Chinese fabrikanten. Oké, jij plaatst een order voor 10.000 stuks. Ze zetten die fabriek ingang en ze maken er zelf 20.000. Ja, ja, nee, het is ook een beetje... Kijk, uiteindelijk hebben we een soort driehoeksverhouding gemaakt met los van onze eigen ingenieurs, onze founders Denzel en Michael, hebben we ook nog een andere designpartij, ontwikkelingspartij in Breda. En zij hebben een hele goede, ze hebben eigenlijk een partner in China. En die doen heel veel met keukenapparatuur, dus dat is echt een match made in heaven eigenlijk. Die doen heel veel ook nog, ja, gewoon alles met keuken, met voor de grote merken. Daar doen ze alles voor. Nou, niet alles, daar doen ze best wel veel voor. Dus dat was voor ons een goede match. Dus wij hebben bij die partij de laatste loodjes neergelegd, waarbij zij dus vervolgens overdragen aan hun partner. Dus dat betekent dat zij elkaar nooit zullen naaien, want ze hebben al tientallen, nou niet tientallen denk ik ook weer niet, maar laten we zeggen 10 jaar al een relatie onderling. Dus zij gaan elkaar niet lopen naaien. En wat voor ons heel voordelig is, want wij hebben die samenwerking in een driehoek zitten. Dus ook dat is weer, China is ook een wilde westen. Je kan niet zomaar naar China gaan of Alibaba en een fabriek zoeken. Succes. Ja, het kan wel, maar dan heb je dus allerlei gezeik. Ja. Hey, over 5 jaar? 5 jaar moeten we meerdere producten hebben. En ik denk dat we dan gewoon wel echt een behoorlijk stukje verder zijn. Dan denk ik dat e-box gewoon overal wereldwijd bekend moet zijn. Wellicht ook echt nog wel een 2.0 versie of een goedkopere versie. En wellicht ook nog meerdere producten. En gewoon echt een... ja, dan moeten we gewoon echt een bedrijf zijn met een... Met een heel assortiment, wat
wat wereldwijd gewoon echt een stempel heeft gedrukt binnen, ja, binnen het innoveren met food gerelateerd. En, dus voor de Nederlandse consument kom je dadelijk gewoon aan een tosti-ijzer in je brood. Wie weet. Ja, ja, gewoon allemaal gekke, gewoon andere een broodje jamkaas, maar dan warm. Hè? Ja, wel vanuit echte problemen, maar we willen wel echt gewoon een tostietje onderweg. Hè? Ja, ja, precies. Tostietje, oh ja. We willen echt een breed assortiment hebben en het moet gewoon wereldwijd staan. Dus dat lijkt ons ontzettend tof. En ik denk ook dat dat wel de uitdaging is van ons team. Super gaaf. Hey, en wat doe je zelf over 5 jaar? Dat vooral. Ik denk deels ja, met 2 bedrijven natuurlijk. 1 met Heatbox, dat runnen. Dat is echt laten groeien. En Schoolsplay hoop ik dat we dan ook in Europa verder zijn doorgegroeid. En overal de concepten hebben neergezet. En vervolgens ook weer met aanbestedingen door zijn gegroeid. Dus ik hoop dat ik dan gewoon 2 bedrijven heb die in de miljoenen schieten en laten groeien. En ook nog wel een beetje in balans blijven. Dus niet alleen werk, 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 maar gewoon... ook iets, ook wel lezen. Dus ook een beetje reizen en leuke dingen doen. Okay. Het gaat niet alleen maar om zakelijk aspect natuurlijk. En als ik nou de Heatbox wil kopen, kan dat al? Indiegogo. Indiegogo. Ja. Ik kan hem prima. Ja, dan weet je nog niet zeker of ik hem krijg, heb ik net gehoord. Ja, nu wel. Dat, nu komt het wel goed. Okay. We hebben het geld, we hebben alles staat klaar. Dus we zijn echt, we zijn er bijna klaar voor. En in november moet echt wel streven zijn dat we gewoon kunnen shippen. Dus Indiegogo kan je pre-orderen, kan het nog goedkoper zijn, want dadelijk voor november dan ligt die website eruit. Dan kan je hem niet meer kopen via Indiegogo en dan is het gewoon 170 euro, 180 euro via onze webshop. Voor Nederlanders, denk ik. Oké, okay. Interessant. Hey, voor zover bedankt. Wil je nog iets kwijt? Nee. Nou, mooi. Denk het niet, nee. Dan heb ik altijd nog een vaste vragenrondje. Als mensen contact met je willen opnemen naar aanleiding van dit gesprek, mag dat? En zo ja, hoe doen ze dat dan? Ja, kunnen ze gewoon doen via LinkedIn. Ik denk dat iedereen, alle ondernemers, mensen... Die Kevin de Krieger, Heatbox. Ja, moet wel te vinden zijn. Ja toch? Lijkt me ook. Oké. Okay. Ja. Hoeveel is genoeg? In de zin van? Hoeveel is genoeg? Mag ik zelf bepalen. Je overvoer je me. Nee, ja. Dat is een hele goeie. Hoeveel is genoeg? Ik denk dat het nooit genoeg is. Maar dat het niet om het resultaat gaat, maar meer om het avontuur ernaartoe. Ik denk dat je als ik me even mijn eigen ding ervan maak, is het is nooit genoeg. Het gaat altijd om dat je ergens naartoe werkt, maar wel geniet van de reis ernaartoe en niet zozeer het resultaat, want op een gegeven moment heb je het resultaat en dan zet je voor ons weer het nieuwe pionnetje neer. Dus avontuur. Nooit is genoeg. Mooi, mooi antwoord. Wat is jouw favoriete podcast? Dat is Tom Bilyeu. En dat is ook echt wel een aanrader. Tom Bilyeu is eigenaar, was de eigenaar van Quest Nutrition en hij heeft de Impact Theory opgezet. En daar komt echt, zeg maar, daar komt echt alles. Dus we handelen alles van ondernemen tot gezond voeding tot ja, alles. Echt waanzinnig. Echt, ik had toevallig ook gekeken. Ja, ik weet niet of je dat kan zien hoeveel uren je hebt geluisterd, maar ik heb echt bijna alles geluisterd. En er zijn er gesprekken van uren als ik onderweg zit. Dus ik luister echt heel veel. Dat heeft me echt heel veel goeds gedaan. Niet heel eenzijdig, gaat alle kanten op. Je kan alles vinden. Dat is echt super tof. Impact Theory van Tom Bilyeu. Dat is echt, alle ondernemers raken dat echt wel aan. Ja. Gaaf. Echt heel tof. Nou, die zal ik ook eens op mijn lijstje zetten. Ja, zeker. Ja, doen. Hey, wat is jouw laatst gelezen managementboek? Managementboek is lastig. Het boek wat ik heb gelezen is A Man's Search for Meaning. Die heb ik net uit. Over de Tweede Wereldoorlog. Spreek voor zich. In ieder geval een Jood die in Auschwitz heeft gezeten. En over praat vanuit het mentale stukje. Dus echt van dat hij aan mensen kon zien dat ze binnen 30 dagen dood gingen. Hoe hij dat heeft overleefd, hoe hij dat heeft gezien als objectieve ernaar gekeken. Dus dat was wel echt heel interessant. Zakelijk gerelateerd. Dat is denk ik eigenlijk wel een tijdje terug. Ik heb er echt een hoop gelezen. Nou, laat ik dan gelijk mijn volgende vraag stellen. Ja. Wat is het best gelezen managementboek of het ondernemersboek? Of managementboek wordt minimaal als onderdelen zo. Wat je minimaal gelezen zou moeten hebben als ondernemer zijn. Als ondernemer? Ik ben meer van het algemene. Dus ik ben meer van de... ik wil toch een boek horen.
One Thing. Ja. Die vond ik wel echt goed. Ja. Met die kubus, nee, hoe noem je dat? Nee, dat je echt op één ding moet focussen, zeg maar. Ik dat wel. En dan heb je natuurlijk 7 Habits of Most Effective Efficient People. Dus zijn, ja, als ondernemer ben je heel erg bezig natuurlijk met efficiënt bezig zijn, productief bezig zijn. Die twee worden heel vaak genoemd. Ja. En Scaling Up. Ja, en ik ben niet zo van de Art of Not Giving a Fuck. Of die, ik vind altijd een beetje die motiverende dingen. In het begin was ik heel erg liefhebber van, maar ik vind dat een beetje snoepgoed voor het brein. Ja. Dus ik, ja, het algemene, weet je wel. Ik denk dat je als ondernemer, business-wise, ga je gewoon leren door te doen. Een bedrijf opzetten. En natuurlijk kan je dan onderweg wel leren hoe je beste mensen kan aannemen of podcast luisteren. Maar ik denk dat je je vooral als persoon meer moet ontwikkelen en hoe je over dingen moet nadenken en uit je comfortzone gaan. Dus business-wise, ik ben niet zo van de mens. Ja, ik denk dat het uiteindelijk ook wel gewoon managementboeken zijn. Allemaal wat ik noem en wat ik allemaal heb gelezen. Maar meer je mindset in plaats van de business-wise, hoe je administratie en dat soort dingen. Daar laat je wel andere mensen dat doen. Ja, ik vind die One Thing heeft mij ook gewoon echt zoveel inzicht gegeven. Ja. En elke keer die vraag stellen van wat is je doel, wat is het meest belangrijke waarbij je nu naar dat doel kan werken. En ik denk dat dat eigenlijk de beste vraag is die je als ondernemer kan hebben elke dag. Ja. Want dat heb ik ook al gemerkt de afgelopen jaren, je komt heel snel in een sleur van dat je het leuk vindt om bezig te zijn als ondernemer. Zonder dat je bezig bent met echt heel efficiënt naar je doel te werken. Je praat lekker, je afspraken, nou, misschien weer een kansje dat het interessant kan zijn. Dat, maar dat kent iedereen denk ik wel. Zeker. Ik vond dat uitlegje van die domino-steen, dat staat ook in die One Thing. Dus als je een domino-steentje neerzet en de volgende kan anderhalf keer zo groot zijn. Ja. En daarna weer anderhalf keer zo groot. Ja. En dan zit je met 28 keer op de maan of zo. Ja, zo. En elke afvraag van wat je nu het belangrijkste is. En daar heb ik ook echt wel veel van geleerd en dat doe ik nu ook echt wel dagelijks. Wat is nu voor mij het belangrijkste? Als ondernemer komt zoveel op je af, waarbij je dat allemaal wilt doen tegelijk. Alleen continu de vraag stellen, wat is het belangrijkste? Vanuit daar de dag beginnen, dat is echt... als ondernemer is dat het belangrijkste. Ja, zeker. Dus One Thing is zeker... Een aanrader. Ja. Okay. Hey, hoe maken we met z'n allen e-commerce een beetje duurzamer? Ik stel die vraag eigenlijk omdat ik vind dat we daar met z'n allen over na moeten denken. Ja. Ik denk dat het in e-commerce, als ik zeg maar van dropshippen naar je eigen webshop en dat soort dingen is, het gaat veel om aantallen. Dus soms meer om kwantiteit dan kwaliteit. Dus ik denk dat als je meer op de kwaliteit gaat zitten en heel erg niche gaat zitten en heel erg voor een soort probleem, meer vanuit probleemoplossing en daarin gaat zitten, denk ik dat we het meer duurzamer kunnen maken. Want ik denk dat je vanaf nu... zijn gewoon alle Chiron-types en alle mensen die dropshippen. Dat gaat om aantallen, marge staan niet zo hoog, goedkope producten, rammen. Je komt steeds meer naar voren nu natuurlijk. Ik heb toevallig, vorig jaar heb ik ook was de gast bij 200 studenten of zo en heb ik een praatje gedaan en vroeg ik ook van ja, wat wilt iedereen doen? En toen zag je zoveel mensen die wilden gaan dropshippen, want dat is allemaal makkelijk, maar ik denk dat we het duurzamer kunnen maken door gewoon niet dat laaghangend fruit te kiezen. En gewoon kiezen waar je fulfillment van krijgt. En waar je gewoon echt ondernemen. Dat is ook echt wel ondernemen. Maar gewoon echt ondernemen. Probleem, oplossing, niche. Waar krijg je een goed gevoel voor bij? En dat doen. En niet op die aantallen zitten omdat het geld is. En niet rammen en alles maar verkopen wat je kan verkopen. Ik denk dat dat echt wel de oplossing kan zijn. Maar ja, geld hè. Ja, je moet ergens beginnen ook, weet je wel. Dat is het ook wel zo. Dat is zeker zo. Maar als je... Als je geen geld hebt, dat je eerst op zoek moet naar een investeerder? Nee, ook niet. Want investeerders, dat zijn ook gewoon boefjes die op de eerste rang goedkoopste aandelen wilden hebben. Dus je moet ook echt wel... Het moet een beetje een combinatie van zijn. Dus ga zeker dropshippen. Zorg ervoor dat je cashflow hebt, maar probeer wel op te letten met wat je verkoopt. Ja. Ga geen AliExpress... het zal vast wel vaak zo zijn, maar doe er wat meer onderzoek naar. En probeer niet alles te verkopen voor de grootste marges. Als je ook iets anders kan kiezen en meer daarop gericht kan zijn. Kijk, een belangrijke vraag.
Hoe lang draag jij een spijkerbroek voordat hij de was in gaat? Dat is wel soms een tijdje. Ik ga het niet over liegen. ik denk dat het nog wel... Een week, twee weken, drie weken? Ja, ik denk dat het wel wat weken zijn. Ja. Ik heb gewoon wat echt ook letterlijk gewoon... Ik heb nu ook wat andere soort broeken, wat nettere broeken, maar... Ik heb ook echt gewoon, weet je wel, dezelfde spijkerbroek alleen maar gekocht en gewoon, dat is toch altijd makkelijk. Dus dat zijn soms echt wel weken, maar mijn vriendin die pakt me soms ook wel even aan veel wat sneller wassen of... Hij loopt vanzelf aan. Ja, wat andere broeken en dat soort dingen, dus ik, een paar weken. Okay. Ik weet niet wat het gemiddelde antwoord is, maar... In Nederland hoor je zo 2-3 dagen, maar als je Amerikaanse podcast luistert, dan... Oké, mooi. Dan, een spijkerbroek hoor je niet te wassen. Oké, ik voel hem al, ja. Nee, ik voel hem al een beetje schuldig dat ik er een paar dagen in de kooi heen. Ik krijg wat opmerkingen in mijn hoofd. Of sommigen zeggen totdat er een vlek op zit. Dan zeggen ze eigenlijk niks, maar dan zeggen ze eigenlijk 3-4 weken. Ja, dat vind ik een hele goeie. Dan vind ik een politiek correct antwoord. Ja, toch? Ja. Wie zou mijn volgende gast moeten zijn? Ja, dat zou... dat is meer een beetje vanuit mijn eigen netwerk. Maakt het uit wie? Is het meer gericht op nog steeds crowdfunding? Ik moet wel wat toevoegen voor e-commerce ondernemers. Mijn doelgroep zijn de e-commerce ondernemers. Ik vind een goede vriend van me, deels ook door het opzetten van Schoolspy, is Mujahid. Hij is eigenaar van Braincaps. En die heeft ook best wel wat groene ervaringen meegemaakt met het online en media en dat soort dingen. Dus is een ontwikkelaar en ook tevens arts van... die heeft zijn eigen concentratie voedingssupplement ontwikkeld. Okay. Dus dat doet hij online ook. En dat doet hij heel goed. En is eigenlijk de eerste en de beste erin. Maar er zijn ook heel veel andere partijen gekomen daarna. Gaaf. Bedrijfskundeboefies die copy-paste willen doen en studeerpillen op de markt zetten. Maar dat zou ik echt aanraden. Zit ik dan weer hier? Als je wilt kan je hier zitten. Hij zit niet. Het is niet onderdeel van. Het is gewoon een goede vriend van me geworden en doet het ondernemen. Okay. Maar hij was mee naar Las Vegas of niet? Nee, ook niet. Nee, ook daarin ken ik echt wat ondernemers. Maar om een beetje afwisseling. Ik ken ook echt wel Julian van Somnox. Maar ik wil ook gewoon eigenlijk mijn vraag is, wie zou jij ook echt graag willen horen en dan... Zou willen horen. Ja, maar dan ga je naar Amerika. Nee, ik wil Nederlands. Maar die zou willen horen uit jouw netwerk, weet je wel? Nee, gewoon ik zou hem ook wel. Ik ben ook benieuwd naar zijn verhalen. Ik heb het ook wel gehoord. Dus, ik zou het altijd wel leuk vinden om hem ook nog eens een keer... Hij heeft genoeg verhalen, denk ik. Gaaf. Ja. Hey Kevin, de krieger van Heatbox. Enorm bedankt voor je tijd. Ja, jij ook bedankt. Ik vond het een leuk gesprek. Ik ook. Ik wilde echt alles weten van crowdfunding en vooral van een Kickstarter. Ja. Ik denk dat ik nog steeds weinig weet van crowdfunding, maar van Kickstarter weet ik in ieder geval wel een hele hoop. Er zijn ook nog een hoop andere dingen die je wilt weten, maar dat zal ik je besparen. Zeker. En wie weet kruisen onze wegen nog eens een keer. En yes. Ik zou het leuk, ik ga de heatboxen in de gaten houden. Mooi man. Dat zal ik ook bij jou doen. Zeker. E-commerce Café. Gaaf. Ga ik opzetten op mijn podcast. Toevoegen. Zeker. Als jij van die lange ondernemersverhalen houdt. Zeker. Als er zulke verhalen om me bij komen, dan ga ik dat zeker... Ik heb er inmiddels 50 live staan, dus... Dan heb ik al te doen. Super. Maar wat is het? Deze is ook weer een uur en een kwartier. Ja. Dus... Hoop geluld. Ja, toch? Ja. Hey, dankjewel. En, jij ook. Waarom ik had het Yes. Weer bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren voor onze podcast. Geef een aantal sterren die jij vindt dat we verdienen. En schrijf een review met wat jij vindt wat goed ging of verbeterd kan worden. Ga naar e-commercecafé.nl voor de laatste ontwikkelingen en de show notes van deze podcast. En word lid van onze community. Tot de volgende. En tot die tijd, lekker veel online verkopen.